En van harte goedemorgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van de Nieuwe Politiek. We zenden uit vanuit de Nationale Assemblée en we willen gaan praten met een DNA-lid vanuit Nikeri. Er gebeuren heel wat zaken in Nikeri. Laatst nog hebben we gehoord over seksueel molest op de werkvloer in Nikeri. Er is iemand aangehouden door de politie omdat hij de president zou hebben beledigd. En ook andere zaken die dus dan spelen in het Rijstdistrict. Ja, daar praat je met een DNA-lid van het district. En dat is de heer Abu Jones van de NDP. Meneer Abu Jones, hoe gaat het met u? Goed, dankjewel. Het gaat prima. Ja, over het algemeen, hoe gaat het in Nikeri? In Nikeri gaat het, in die zin dat we het beste proberen te maken van de situatie in het land nu op dit ogenblik. We weten de uitdagingen waarmee de rijstboeren zitten, maar we weten ook de uitdagingen waarmee de jongeren zitten, bij wijze van spreken. Met betrekking tot de rijstboeren weten we dat er minder aandacht wordt besteed aan de rijstboeren in Nikeri. Een simpel voorbeeld is dat de agrariërs in Saramaka ruimte krijgen om althans door de overheid worden de wegen, de toegangswegen naar hun arealen worden in orde gemaakt. Ja. Worden bezien van een laag waste material, waardoor je weg dan beter begaanbaar is. Maar we zien dat de wegen die leiden naar de arealen in Nikeri niet begaanbaar zijn. En de mensen eigenlijk aan hun lot worden overgelaten. Dat is 1-2. We zien ook dat de prijs voor kunstmest rond de 1200 zit per zak. En dat is killing voor de rijstsector. Daartegenover zien we dat de opkopers van paddy de boeren minder willen geven dan wat ze verdienen. Dus dat zijn allemaal de uitdagingen aan de ene kant. Aan de andere kant zien we bijvoorbeeld dat de centrale markt in Nikeri een belangrijke afzetplaats is voor de groenten en noem maar op, de agrarische producten in Suriname. Maar wat zien we? Dat de markt dreigt verloren te gaan door afkalving van de Suriname rivier, van de Nikeri rivier. En we hebben gemerkt dat de overheid daar een aanbesteding gehouden heeft om palen te zetten. Wat voor ons als Nikerianen onkan is. Omdat waarom? Je kan onmogelijk zo'n belangrijke economische plek in Nikeri. En economisch in de zin van daar moeten de boeren hun producten kwijtraken. Maar daar is ook een toeristische trekpleister. En wat doe je? Je gaat daar houten palen zetten om die afkalving tegen te gaan. Terwijl je hier aan de Washingtonstraat ervoor kiest, hier te Munter ervoor kiest, om ijzeren beschroeiing te zetten. Wie houdt wie voor de gek? Waarom krijgt Nikeri zo'n stiefmoedelijke behandeling? Waarom geen stevige bescherming tegen de Nikeri rivier in Nikeri? Maar hier in Paramaribo kies je voor juist een stevige constructie. Dat is maten met 2 meter, dat is geen inzicht hebben. En Nikeri als zodanig een stiefmoedelijke behandeling geven. En dat ga ik daartegenop ga ik zeker komen. Ja, maar dan hoor ik nu iemand zeggen van ja, de president wilde ook geld vrijmaken om die markt helemaal orsi te maken. We praten voor bijna $5 miljoen. Nou. En jullie hebben daartegen gestreden. Ja, maar we moeten niet gek doen. We moeten niet gek doen, we moeten realistisch blijven. Je stopt liever dat geld om afkalving te voorkomen en die markt een beetje opknappen, gaat je echt geen $5 miljoen kosten in plaats van een markt $5 miljoen en een brug voor miljoenen US-dollar. Terwijl dat op dit moment niet noodzakelijk is voor Nikeri. We moeten wel realistisch zijn. Je zegt dat de economische situatie in het land dusdanig is, maar je kiest er wel voor om bepaalde investeringen te doen waarvan ik denk, waar slaat dit op? Ja. Waar het om gaat is die investering in Nikeri, als je nu geld gaat uitgeven om palen te zetten, houten palen, ga je na een jaar of na 2 hetzelfde weer hebben. Dus investeer goed, evenredig je investeert aan Te Munter of Binnenspark, investeer zelf op dezelfde manier in Nikeri. En dan hebben wij als Nikerianen ook een degelijke en een goede investering vanuit die centrale overheid, want dat hebben we niet. Dat is aan de ene kant. En wanneer we praten over jongeren, jongeren in een keer hebben geen perspectief. Er zijn geen mogelijkheden. Studenten die naar Paramaribo moeten komen voor een verdere studie. Hun ouders worden geconfronteerd met torenhoge schulden. En dan kan je niet meer naar NOB gaan om een lening te nemen voor studiefinanciering en dergelijke. Dus er zijn vele van die studenten die afhaken.
En natuurlijk vanuit onze mogelijkheden zoeken we manieren op die studenten te ondersteunen. Maar je kan nou net zoveel studenten ondersteunen als je portemonnee dat toelaat. Maar er moet een structurele oplossing komen van die overheid om die studenten in die keren die iets willen maken en die een bijdrage willen leveren aan die ontwikkeling, daadwerkelijk die nodige educatie te laten genieten door de universiteit in Paramaribo te kunnen bezoeken. En als je dat niet kan, dan vind ik het jammer. Ja. Goed, dat zijn de actuele zaken in Nikeri, maar ik wil nu gaan praten over specifieke onderwerpen. Laat ons beginnen bij dat van Basel. In de Nationale Assemblée heeft ondervoorzitter Charman toch wel duidelijk gemaakt dat het niet goed gaat met het verdelen van Basel-kaarten in Nikeri. Vanuit de regering is er best wel kunnen zeggen, staatsadviseur om Bigimang, worden er zaken geregeld. Hè? Maar ik vraag me af of dat zo moet en of dat het waar is. U bent in Nikeri. Wat is de situatie? Alle vormen van corruptie moeten we tegengaan. Maakt niet uit door wie. Je mag als Surinamer niet eens zijn. Je mag als mens niet eens zijn daarmee. Want alle vormen van corruptie zorgt ervoor dat we alleen maar achteruit gaan in plaats van vooruit. Dus wij keuren alle vormen van corruptie af, ook in dit geval. Laat me vooropstellen dat je beweegt in die samenleving als parlementariër, moet je bewegen in die samenleving en je hoort die geluiden ook. Je hoort die geluiden ook. Daarmee zeg ik niet dat het juist is en dat het correct is, maar isab wansan en nikeri. Het is vrijwel, het is altijd interessant als je geluiden hoort, is er een zekere mate van waarheid erachter. Dus laten we ervan uitgaan dat de minister van Binnenlandse Zaken hier in DNA zaken heeft ontkend. Mag, kan. Maar feit is, het gaat niet goed met betrekking tot het verstrekken van de kaarten in Nikeri onder andere. Ik heb nu bijvoorbeeld een mevrouw, ze is van inheemse afkomst, ze moet een zware operatie ondergaan, al 4 jaren of zelfs langer. Maar ze kan het niet omdat ze juist uit het systeem gekiept is door deze regering en ze weet niet precies waar ze naartoe moet. En dat is een beetje zorgwekkend, want die mevrouw moet de operatie ondergaan. Er moet medisch ingegrepen worden. En ze gaat naar SZF, ze gaat naar sociale zaken. En je hoort allerlei verhalen en ze wordt op een lange baan gehouden en noem maar op. Verleden had je nog een jonge dame die werkzaam is bij sociale zaken. En die wiens kind prematuur geboren is geworden en een operatie moet ondergaan. En gelooft u me, sociale zaken heeft niet kunnen, heeft de persoon een basiskaart niet kunnen althans voorzien van. Is zo moeilijk? Het is moeilijk en je moet je voorstellen, de persoon werkt bij sociale zaken. Dus je zou kunnen begrijpen dat de persoon bij de overheid werkt, dus alles zo een beetje wordt gedekt. Maar omdat dat kind, het is een of ander ingewikkelde situatie, omdat dat kind hoogwaarschijnlijk de nationaliteit heeft van de vader, is dat een heel probleem geworden. Maar uiteindelijk hebben we door middel van het ophalen van gelden onderling, hebben we een financiële steun kunnen geven aan die moeder om die operatie te laten geschieden. Maar ook vanuit die samenleving in Nikeri door middel van kleurkaarten. En dat is nou juist waar we hier naartoe moeten, want die Baselwet zorgt juist ervoor dat kinderen beneden 16 jaar gedekt is medisch. En we zien dat toch dat wel een probleem is. Dus, en als er nu geluiden zijn dat een staatsadviseur op een of andere manier kaarten verdeeld. Ik zou zeggen, ik vind het niet eens erg. Het moet niet zo, maar als het zo is, zou ik het niet eens erg vinden zolang die samenleving geholpen wordt. Ja, maar politiek speelt een rol. Echter moet het geen politiek tool worden. En we weten in Suriname, en laten we het ronduit zeggen, er zijn bekenden in die samenleving die dit systeem hebben gebruikt om politiek te scoren en politiek gewin eruit te halen. En dat is wat we niet moeten. We moeten niet op basis van mensen hun gezondheidstoestand politiek willen scoren. Dat moeten we niet en dat ga ik althans niet tolereren. En ik ga daar tegen zijn en ik ga daarvoor opkomen dat de mensen op een eenvoudige manier kunnen beschikken over een goede gezondheidszorg. En als Baselkaart dat het is, dan moeten de mensen daarover kunnen beschikken op een makkelijke manier. En niet helemaal naar Paramaribo moet komen, om wat heel lololololo, of wat simpel zijn. Ik bedoel, waarmee zijn we bezig?
Ja, je zegt dat politiek spel moet niet gespeeld worden met die Baselkaarten. Maar ik zeg persoonlijk dat de regering ook niet de ruimte moet geven. Hè? Want als dat ding soepel gaat, heb je niemand nodig om, heb je geen staatsadviseur nodig om aan een kaart te komen, toch? Weet je? Ik ben het helemaal eens met je. Maar die overheid heeft een bepaalde rol, heeft een bepaalde verantwoordelijkheid. Maar wij als samenleving, meer nog wanneer je een vooruitgeschoven positie hebt in die samenleving, verwacht ik, of mogen we verwachten, dat jij jou op een dusdanige manier gaat gedragen in belang van die totale samenleving. Als je zoveel invloeden hebt om die kaarten te laten aanmaken en pakken en uitdelen, kan je diezelfde invloeden van jou aanwenden om ervoor te zorgen dat die totale samenleving gediend wordt. Dus we moeten juist daarnaar kijken. En natuurlijk heeft die overheid schuld. Maar wanneer gaan we eens kijken naar onze eigen verantwoordelijkheid als burger van dit land, waarvan we mogen uitgaan dat je het belang van Suriname, het belang van jouw broeders en zusters in dit land, voorop stelt in plaats van enge belangen. Ja, inderdaad. En gesproken over die kaarten, hè, als ik naar de heer Charman heb geluisterd, vindt hij het beter dat het naar volksgezondheid gaat, want dan is het dat. Want dan is het daar wat beter, als ik deze woorden mag gebruiken. Hoe ziet u dat? De vraag is, als die oproep en het aan de kaart stellen van een mogelijke probleem, niet juist politiek bespeeld wordt. Want als je het verschuift naar volksgezondheid, is de vraag, wil je het verschuiven naar jouw ministerie van de VAP of wil je het verschuiven naar een ministerie vallende onder de ABO? Ik weet het niet. Dat laat ik in het midden. Wat laat je in het midden? Als het één regering is? Nee, ik laat het in het midden als het wat de intentie is van het verschuiven. Hij heeft aangegeven dat het is dat het vlotter gaat lopen. Ik zal dat maar moeten aannemen. Maar de tekenen zijn zeker wel dat er een zekere mate van politiek bedreven wordt ermee. Zij het nou vanuit de VAP, zij het nou vanuit PL. Ja. In dit geval. Maar waar het om gaat, is niet het verschuiven van het probleem. Is het oplossen van het probleem. Hoe kunnen wij als samenleving, hoe kan die regering ervoor zorgen dat daadwerkelijk de mensen die er recht op hebben het krijgen? Het verschuiven naar volksgezondheid. Als je dat probleem nog niet hebt opgelost, dan heb je het probleem, dan ongeacht waar, onder welke ministerie je het brengt, gaat het probleem blijven bestaan. Ja, inderdaad. Mooi. Goed, daarover gesproken. We blijven nog even in Nikeri, want in Nikeri gebeuren er ook andere dingen. Ik wil eindigen met dat van molest op de werkvloer. Maar ik wil praten over een man die aangehouden is. Dus ik heb naar juristen geluisterd. Dus je bent ook jurist, toch? Ik heb naar zoveel mensen geluisterd en niemand zegt dat er... Er is geen case daar. En die man wordt toch aangehouden. Wordt waarschijnlijk een van deze dagen voorgeleid. Hoe moeten we kijken naar de situatie? Ik vind het zorgwekkend. Zorgwekkend in die zin dat de regering haar ten dienste staande middelen, in dit geval het Openbaar Ministerie, gebruikt om burgers die kritisch zijn naar het beleid, het gevoerd beleid, monddood te willen maken. Of te willen bevrijden van willen beroven van hun vrijheid. Meer nog, angst zou willen aanjagen. En dat is een kwalijke zaak. Het is een Nigeriaanse broeder. En ik ga voor hem opkomen. Want het enige wat hij daar gedaan heeft, is aangegeven dat het niet goed gaat in het land. En hij zich afvraagt wat de president eigenlijk doet. Want de president heeft zoveel, toen als VAP-voorzitter, zoveel beloofd aan die samenleving. En dan kan ik ze zo opnoemen, specifiek voor Nikeri, dat de boeren een beter prijs zouden krijgen voor de paddy, dat de boeren in ieder geval, wanneer het gaat om diesel, dat de government take op diesel zal worden afgeschaft, waardoor de boeren goedkope diesel zou kunnen beschikken. En al die zaken zijn niet uitgekomen, waardoor die boeren in problemen komen. Dat is wat die man gezegd heeft. Tegelijkertijd heeft hij natuurlijk gezegd, ik zit me af te vragen als de president met zijn ding speelt of met die van Melissa. De grens van wat hij gezegd heeft, de vraag is welke kant. Wat bedoelt hij met ding? Ding, ja. Wat bedoelt hij met ding? En jij mag zelf een interpretatie aangeven, maar jouw interpretatie moet nooit in nadeel zijn van. Want waarom zou je het op een dusdanige manier vertalen dat die man zijn hoogste goed, en dat is zijn vrijheid, van hem wordt ontnomen? Dat is een kwalijke zaak. En dat is helemaal distrasteus voor onze trias politica, voor onze democratische samenleving, waarbij
vrijheid van mening een fundamentele basis is van die hele democratie. Bovendien, ik weet niet of u nog kunt heugen, dat de toenmalige vicepresident Adin vies en vuil uitgescholden werd. Bedreigd van alle kanten. Wat heeft de toenmalige vicepresident gedaan? Hij heeft de persoon geroepen en ze zijn aan tafel gaan zitten en ze hebben het uitgesproken. Omdat als regering je voeling houdt met betrekking tot je rekening houdt met mensen, hun emotie en mensen, hun gevoelens. En Inus heb je een soort situatie aan maanden, Inus heb een soort stress aan beleid via het jagaman. Inus heb je. Omdat aan mij takie dat je soort aan. Laat die regering letten op hun passen wanneer het gaat om het misbruik maken van instituten voor eigen gewin. Dat kan niet en dat is destructief voor onze democratie. Ja, want kijk, we moeten ook die grenzen kennen, hè? Dat vind ik ook. Ik denk dat als jurist u ook weet waar die grenzen zijn wanneer we praten over je mening uiten, vrije meningsuiting. Want kijk, bijvoorbeeld vandaag hebben we een live uitzending gedaan van Cibrano Piquet bijvoorbeeld. Die is vandaag ook opgeroepen. We weten niet als hij dus daar nu vrij is, maar hij is opgeroepen door de politie. En hij heeft kritiek geleverd, hij heeft wat krachttermen geuit, weet je. Waar is die grens? Moeten we ook niet daarvoor waken? Tuurlijk, vrije meningsuiting is ook niet grensloos. Laten we dat vaststellen. Echter, als we die twee gevallen vergelijken, dan praat ik over Cibrano Piquet en die meneer vanuit Nikeri. Dan zit je af te vragen, waarom moet die meneer worden opgepakt? En Cibrano ter verhoor wordt opgeroepen en heen wordt gezonden. Daarmee zeg ik niet dat het goed is. Toch? Wat ik daarmee wil aangeven. Cibrano Piquet, ik heb geluisterd naar zijn interview en daar heeft hij ook dreigende taal gebruikt. Ja. Daar heeft hij ook gezegd bijvoorbeeld wapens oppakken en dergelijke. Zijn interpretatie daarvan of zijn bedoeling daarvan, dat laat ik voor hem. Ja. Maar eerste hand als jurist, als ik zou kijken naar die situatie, zou ik zeggen dat Cibrano Piquet eerder in aanmerking komt voor aanhouding. Nou, laat me het goed zeggen, voor een onderzoek in plaats van die meneer. Want het enige wat die meneer gezegd heeft, zij belooft me in het Jimmy, je weer misschien zomaar, je pot me in probleem, zij je doet, je bent bezig met Prianga Isani of je Prianga Isani of Melissa. Dat is totaal verschillend. Ja. Ik snap niet dat je die man aanhoudt. Waarom? Wat heeft die man gedaan om hem aan te houden? Ja. Is toch, je moet toch betoeteren. Het is gebeurd, ik bedoel, het is gebeurd. Ja, maar dat geeft aan in wat voor samenleving we leven. En om te denken dat het dezezelfde mensen die toen in de oppositie waren of hun mond vol hadden over wat er allemaal in de 80er jaren gebeurd is. Het zijn dezezelfde mensen die dat zeiden. Dus ik zit me alleen af te vragen, hoe hypocriet kunnen we nou zijn in deze samenleving? Hoe hypocriet kunnen we zijn als politici, als politieke figuren. En wanneer die samenleving zegt, mine bribin politiek, terwijl politiek op zich een goed ding is, maar de mensen die invulling daaraan geven, zijn die, laat me het netjes houden, zijn niet altijd wijs blijkbaar. Ja. Want ik kan me niet voorstellen. En dit is een glasheldere voorbeeld van hoe het niet moet. Ja. Maar wat doet de samenleving eraan? Wat doet de samenleving eraan? Want kijk, het gebeurt, die man is aangehouden, er is geen case, dat is duidelijk, iedereen weet dat, iedereen ziet dat zelf. Wat Chimabu zegt, hey, nou man, dat next. Wat bedoelt hij met ding? Maar goed, maar het is gebeurd, die man is aangehouden. Wat kunnen wij eraan doen dat wij nog de ruimte hebben om te kunnen praten in dit land? Want als het, je voelt je bas aan zo, dan maar kies wat er allemaal bakken die tak, maar weer plein naar ons aan. Helemaal eens. Daarom ga ik straks hebben een openbare vergadering. En ik ga duidelijk aandacht hiervoor vragen. Want dat is mijn plek als volksvertegenwoordiger. Tegelijkertijd gaan we die man, en ook al moet ik het uit mijn eigen zak doen, ga ik ervoor zorgen dat hij de juiste, of tenminste de goede juridische vertegenwoordiging krijgt. Dat ga ik doen. Omdat dit niet kan. En we moeten het systeem, het rechtssysteem gebruiken. Om ervoor te zorgen dat die regering eigenlijk terecht gewezen wordt. En mocht het zijn dat er enige twijfel is met betrekking tot je juridisch systeem, dan moeten we wel een politiek signaal sturen dat het niet kan. Omdat hoe ver gaan we, wie wordt de volgende?
En ik heb verleden op Facebook gezien. En trouwens, u weet het, u bent op Facebook. U ziet hoe die vorige regering van nog alles en nog wat werd uitgemaakt. En die tolerantie was er. En bij deze regering moet je zelf voorzichtig zijn als je iets zegt over het beleid waarvan we weten dat het hieraan volgt. Ja, maar iemand zei nog, Bouterse, vanwege zijn charisma en alles erbij, heeft het wel toegelaten, maar hij hoefde dat niet te doen. En als meneer Santokki bijvoorbeeld, om gewoon de huidige president als voorbeeld te gebruiken, als hij dat niet heeft en zegt gewoon van, hey, we moeten die dingen toepassen zoals ze toegepast moeten worden, dat dienen wij ook daarvoor te buigen, toch of niet? Weet u, tijdens mijn studie als jurist, mijn rechtenstudie, zowel in Suriname als in Nederland, is de basis geweest van het recht, strafrecht, is niet bedoeld als te zijn jouw eerste remedium. Het moet je laatste redmiddel zijn. Dat betekent wanneer je alle andere mogelijkheden om iemand te laten corrigeren, het afwijkend gedrag te laten corrigeren, dan zet je je strafrecht in. Het is niet de bedoeling om je strafrecht als eerst in te zetten. Want je moet eerst nagaan wat de bedoeling is geweest van iemand. En natuurlijk hangt het van ernst van het delict af. Dit is niet een dusdanige ernstig delict waarvan je zegt, weet je wat we gaan doen? We gaan strafrecht als eerst toepassen. Een goede leider praat tot zijn samenleving. Een goede leider zorgt ervoor dat die betrokkenheid en dat de problemen waarmee zijn samenleving zit, dat hij er oor voor heeft. Maar ga je me zeggen dat ik niet gefrustreerd raak, waarbij ik weet dat ik het voel in mijn zak dat het niet goed gaat in het land, financieel. Maar jij als president zweert dat het economisch goed gaat in het land. Dat betekent dat je niet luistert naar die noodkreet van die samenleving. Dat betekent jouw perceptie over goed gaan alleen gefocust is op jou, die kleine groep om je heen en friends en family. Want zij zijn de mensen die er benefit van hebben, dus het gaat goed bij hun, dus het gaat goed in die samenleving. Zo gaat het niet. Als leider moet je in die samenleving staan, midden in die samenleving, en te proberen te begrijpen vanuit welke perceptie die samenleving kijkt naar problemen. En die sapsang dangra libisma, die sapsang dangra a samenleving, dan ben je bereid jouw beleid aan te passen. Maar wanneer je mensen monddood wil maken zonder dat je een geluid krijgt van hey, het gaat niet goed, je maakt ze monddood, doe je de persoon wat, maar je doet eigenlijk jezelf ook wat. Want je krijgt niet die feedback om op een bepaalde manier jouw beleid om te buigen. Nee. En kritiek moet je zien als feedback. Kritiek moet je niet zien als amano. Natuurlijk heb je die gevallen, amano loopt me dus aan mij weer misschien. Maar ook dan moet je sportief kunnen zijn. Ja, ik kan mijn mening niet geven, laat me dat zeggen. Maar ik doe interviews met mensen in de samenleving, ook hoogwaardigheid bekleders. Maar als we op straat zijn, de San Samere is mijn takkie toe. Ik kan me niet voorstellen dat je dat doet, weet je. Je bent een klootzak, je bent dit, je bent een... Zelf, ik heb moeite met het feit dat de president liegt. Je bent een leugenaar, weet je. Waarom heb je er moeite mee? Het is de hoogste. Maar liegen staat in je woordenboek. We hebben voor gekozen om Nederlands te hebben als voertaal. En om Nederlands goed te praten en woorden te kunnen gebruiken en dergelijke. Zolang het voorkomt. Maar je kan het ook netjes verpakken, toch? Maar waarom moet ik praten als hoe jij wil dat ik moet praten? Waarom zou ik mijn frustratie moeten uiten ter bevrediging van een beleidsmaker? Waarom? Voer de beleidsmaker een beleid ter bevrediging van mij? Want als dat het geval was, hoefde ik mijn frustratie niet te uiten. Mm-hmm. Ook hier in Parlement DNA heb ik soms... Maar je frustratie uiten kan ook op een nette manier naar de hoogste man van het land toe, toch? Ja, maar niet dat ieder... Ik ben diplomatisch. Ik ben diplomaat geweest en dergelijke. Ik kan misschien anders mee omgaan. Maar wat die meneer gezegd heeft... Je speelt met je ding. Als een nego, je belooft me aan, maar je doet B. Ja, dat is weer een ander geval. Ik heb het over dat hij ik president Eli. Ik heb president Eli. Sranantongo. Waarom zeggen we dat Sranantongo grofu is? Op basis waarvan? Maar nee, dat kan waarheid. Ik kan dat ook niet. Maar waarheid nou aan Sranantongo wordt? Amane takatru. Maar zijn er een verschil voor amane takatru en amaili? Grove toch? Niet de waarheid spreken betekent dat je liegt. Ine takatru want takje lei.
Wat heeft die persoon verkeerd gedaan? We moeten minder en we moeten ons meer volwassen gaan opstellen dan een soort van... En als ik zeg Piet Lullig, ga je horen dat ik niet goed praat. Maar dat zijn feitelijkheden. Raar genoeg kijken we vaak genoeg, deze regering kijkt naar Nederland en dergelijke. Maar weet je wat een aanzien kijkt? Hoe Nederlandse politici zich op een verantwoordelijke manier opstelt en een volwassen manier opstelt wanneer er scherpe kritiek wordt geuit naar ze toe. Laten ze dat gaan kijken. Ik moest ook op een gegeven ogenblik wennen aan toen ik in Nederland studeerde dat je gewoon tegen de docent kan zeggen bij een voornaam noemen. Yeah. Hier op de universiteit moet je zeggen meester of familienaam. Mm-hmm. Maar in Nederland is het een andere cultuur. Yeah, yeah. Wanneer je dat weet, dan zeg je ook in Suriname is er een aantal cultuur. Maar je weet ook, onze cultuur is Stranantongo en Stranantongo kan men dat zegt met grof oefen. Maar het is ook niet grof, het is Stranantongo. Mm-hmm. Iedereen ziet het op zijn of haar eigen manier hoor. Daarover kunnen we niet gaan discussiëren. Ja, maar goed. Laatste item. U sprak over seksueel molest op de werkvloer in Ikeri. En het wordt maar niet aangepakt. De voorzitter zegt van, weet je, deze dingen zijn gevoelig. We moeten dat binnenshuis even bespreken of wat dan ook. Maar wat gebeurt er in Ikeri wanneer we praten over seksueel molest? Dus ook daar ben ik niet helemaal eens met de voorzitter van DNA. Omdat... Het moment iets naar DNA komt, betekent dat de persoon geen genoegdoening ergens anders gevonden heeft. Ja. Dan gaat hij zijn volksvertegenwoordiger opzoeken om er rugbaarheid aan te geven. Mm-hmm. En dat is precies wat er is gebeurd. Die brief heb ik gehad met de bedoeling, hey, ik heb aangifte gedaan. Oh, en dan praat ik over de leiding van LVV Nikeri. Wordt beschuldigd van seksueel molest van een jonge dame. Op welke manier? Dus dat laten we even voor wat het is. Maar het is in die brief is aangegeven op een dusdanige manier dat medisch ingegrepen moest worden. Oh, dat is heel ver. Ja, in die zin dat de persoon naar de arts moest en de arts op basis daarvan een conclusie getrokken heeft. Er is aangifte gedaan. Op een gegeven ogenblik is er aangifte gedaan. En nadat we het hier kenbaar hebben gemaakt, aangifte is sinds in januari gedaan. En pas een week terug heeft de politie de man opgeroepen. Intussen niet aangehouden. Niet aangehouden. Opgeroepen, verhoor en heen gezonden. En dan wil ik je justitiële onderzoek niet verstoren. Ja. En dat ga ik een conclusie daarover laten. Maar weet je wat me stoort? Die jonge dame heeft een schrijver gestuurd naar minister van LVV. Wat moet jij als minister van LVV doen? Je kan twee dingen doen. Je zegt de leidinggevende, de persoon die beschuldigd wordt, om thuis te blijven, mm-hmm. of je vrijwaart het slachtoffer van werkzaamheden tot dat. Ja. Maar je handelt niet, je doet niets. Wat doe je? Je laat die dame elke dag op school aan het werk komen om geconfronteerd te worden met de Ik bedoel, je moet toch gek zijn? Je moet toch gek zijn? Je moet toch ingrijpen op een of andere manier als minister? Betekent niet dat je aangeeft dat iemand de waarheid spreekt of iemand niet de waarheid spreekt, maar je treft voorzorgmaatregelen zodat beide partijen op een dusdanige manier met die situatie kan omgaan. En dat is mijn zorgpunt. Het heeft niets te maken met justitiële onderzoek. We zien wel hoe dat uitpakt. Maar wat zijn de eerste maatregelen die de minister van LVP zou moeten treffen daar hij een schrijver gehad heeft dat een dergelijke zaak zich voordoet? Wow. Nee, nog Libas Mato. Maar even terug hoor. Is de persoon in kwestie naar de arts gegaan? Is er een verklaring? In die brief staat dat er medisch ingegrepen moest worden. Wat je graden van medisch ingrijpen inhoudt, is niet duidelijk. Maar dat is niet eens belangrijk. Belangrijk, ja. Belangrijk is, die zaak doet zich voor. Twee mensen hebben een bepaalde situatie. De minister moest één van de partijen roepen, meepraten, luisteren naar die dame. Whatsoever. Het is een ambtenaar van jouw ministerie. Je moet aandacht tonen aan. Je moet aandacht besteden aan. Mm-hmm. Je kan dat ding niet zo laten. En dat is wat me gefrustreerd heeft. En dat is wat me irriteert. En vandaag ga ik de minister weer vragen wat er eigenlijk aan de hand is. Ja. Want tot de dag van vandaag is er nog geen maatregelen getroffen. Echt niet? Echt niet. Echt niet. Voor zover ik het weet, niet. Maar is de persoon in kwestie, wanneer we praten over de leiding en... Invloed, ja, een invloedrijke persoon dus.
Ik ga ervan uit, als je vanuit de politiek ergens geplaatst bent, betekent dat je een zekere mate van gewicht hebt in het geheel. Dus ik ga ervan uit dat het een invloedrijke persoon is. Is er een onderzoek gedaan om te kijken als die mevrouw ook niet bezig is met iets tegen die man? Dus dat is niet eens mijn probleem. Het kan, het hoeft niet. De politie zal dat onderzoeken. Maar het gaat niet om het politionele onderzoek zoals ik eerder heb gezegd. Het gaat erom als leiding van het ministerie moet je partijen oproepen, horen en een dusdanige maatregel treffen in afwachting op dat partijen toch wel... Maar nu heb je een situatie dat die mevrouw aan het werk gaat en ze wordt gepest. Omdat die leidinggevende natuurlijk vindt van ik doe aangifte, Jim, dus moet weer risico. Dat is wat je moet voorkomen. Verplaatsing is belangrijk op dit moment. Dat kan. Punt is, je gaat die mevrouw frustreren als jij als minister geen maatregelen treft. Ja. Tot slot, meneer Jones, als we zo kijken naar al deze zaken, tot welke conclusie kom je? Dan praten we over dat van de man, we praten over dat van Bazokaart, we praten over moules op de werkvloer, de boeren. Tot welke conclusie kom je als Nigeriaan? In ieder geval, in het algemeen ga ik zeggen dat het niet goed gaat met Suriname, dat die samenleving ten onder gaat. Dat het van belang is dat die regering draait aan op haar botten, want het beleid niet wakker, het beleid alles aan fassie. Dit is mijn pina, komt dat heel letterlijk, dit is mijn pina. Dus het is noodzakelijk dat die regering gehoor heeft en daadwerkelijk haar beleid gaat ombuigen. Dat is één. In het bijzonder voor mijn geliefd district, regering, je dat probleem heeft je tanji niet keren een stiefmoedelijke behandeling. Temtak je dat probleem noem ik als anders een bedreiging in die zin van geweld, maar het gaat erom, die Nigeriaanse samenleving gaat met je afrekenen wanneer het daar moet. Wanneer het die samenleving moet bepalen, gaan ze je afrekenen. Draai aan een paar botten. No behandel Nikeri like wang boiti. Nikeri is een volwaardig district waarbij we 100% zeker zijn dat we een wezenlijke bijdrage leveren. Vooral aan die visie van die samenleving of die visie van die regering om Suriname te maken tot een agrarisch land. Nikeri is plek bij uitstek. We geven, we leveren onze bijdrage. Maar ook, we behandelen ze. Dus watch out de regering. In ieder geval voor Nikeri. Zorg dat het beleid voor je gericht voor empower de landbouwer. Voor die jongens maar in Nikeri een perspectief. Zodat ik kan gomoro varen. Zodat ik kan educate deze refi. Zorg dat de infrastructuur in Nikeri wordt aangepakt. En dat je pak Saramaka aan. En je pak Nikeri aan. Hoor je aan de belofte. Zij beloofd de boeren. Want if you not do that. Je paya rekening in 2025. Als het niet eerder is. Ja, als het niet eerder is. Dankjewel. Toch wel een politieke vraag. Meneer Somoharjo in Nikeri. Vorm dat een bedreiging voor de politiek daar? Kijk, zodra er... Ik ga ervan uit dat meneer Somoharjo zijn afweging gemaakt heeft met de hoop dat... hij in Nikeri gekozen wordt en want het blijkt schijnt dat hij niets meer te brokkelen heeft in de politiek in Paramaribo. Dus hij gaat naar Nikeri en gaat kijken hoe wat waar. Ik zeg altijd, welke politici dan ook naar Nikeri komt, als hij één stem kan afpikken, is het één stem te veel. Dus in de politiek moet je rekening houden met de ieder. Ook met meneer Somoharjo. Meer nog daarover weten dat hij een sluwe vos is. Met alle respect hoor, het is niet disrespectvol bedoeld. Maar je moet rekening houden met de heer Somoharjo. En je moet niet naïef zijn. Hij heeft een zekere mate van invloed. Hij zit in de regering. Hij heeft trucjes die hij kan gebruiken om aan stemmen te komen. En, dus je moet rekening houden daarmee. En NDP moet ervoor zorgen dat indien... de heer Somoharjo enig invloed zou moeten hebben in jouw politiek veld in Suriname. In Nikeri dat het ten koste gaat van de VAP, maar niet ten koste van de NDP. Want jullie hebben nu al zoveel daar. We hebben één. Ja. In Nikeri zijn we vaak genoeg, als je naar de statistieken kijkt, twee. Dus wij moeten hard gaan werken om die tweede terug te halen. En dan moet meneer Somoharjo kijken, als hij die derde bij
VHP haalt. Over het algemeen, als je kijkt naar de verkiezingen, een aantal verkiezingen, dan zie je dat eigenlijk de zetelverdeling in Ikeri, 2 voor de VHP, 1 voor PL en 2 voor de NDP. Hoe was Doeki nog daar? Ja, maar, moeilijke vraag. Ja, maar zonder Doeki. Zonder hebben jullie maar 1 gehaald? Hebben we 1 gehaald. Met nog 900 stemmen hadden we die tweede. Zodra, en ik zeg het altijd. Zodra een NDP'er. Mm-hmm. En vooral een grote spits. En ik noem het zo, want hoe dan ook. Heeft je een aantal keren vertegenwoordigd als partij in DNA. Dus hij heeft een zekere achterband achter zich. Een gewicht. Zodra hij weggaat, heeft dat invloed op. Ja. Dat betekent dat. Geen einde betekent, het betekent wel dat je moet beseffen als partij dat je harder moet gaan werken. En ik denk dat we afgelopen verkiezing dat een beetje hebben onderschat. In die zin, je zou dat gevoel van Amy Dikba, kan je soms de das om doen. Dan ga je een beetje dingen, ga je zaken een beetje relaxer aanpakken. Maar hoe dan ook, wij gaan ervoor. En zodra je in een keer met integere mensen op de lijst komt en als partij denk ik wel dat we in staat zijn die 2 zetels terug te halen. En dan zoals ik zeg, ik weet niet wat de move van de heer Doeki zal zijn, maar ik wens hem heel veel succes. Nikeri heeft, kan altijd, zodra er iemand is die voor Nikeri wil vechten, hebben we die persoon nodig. Als Nikeriaan, dat praat ik nu niet als NDP'er, maar als Nikeriaan. Het moment je in staat bent de belangen van Nikeri veilig te stellen, dan zijn wij als Nikeriaan gaan we je welkom heten. Omdat je ons als samenleving voorop stelt dat je eigen belang. En dat is belangrijk. Dus die samenleving moet ook niet het gevoel hebben dat je jouw eigen belang voorop stelt. Het moment je Nikeriaans belang voorop stelt, dan ga je hun zegenen. Maar dan gaan ze achter je staan. En ik zeg altijd, in mijn campagne was het altijd, ik ben jurist, ik ben ambassadeur geworden, ik heb in het buitenland gestudeerd en whatsoever. Die Nikeriaanse samenleving heeft in Ebu Jones geïnvesteerd. Mm-hmm. Het is nu tijd dat die Nikeriaanse samenleving de vruchten plukt van die investeringen die ze hebben gedaan. En hoe gaan ze dat doen? Doordat ze iemand daar plaatsen waarvan ze weten dat hij het altijd voor ze gaat opnemen. En hun belang voorop stelt en zijn eigen belang. Want ik ben succesvol mede door die ondersteuning die ik heb gehad van die Nikeriaanse samenleving. Ik zei het nou, Isabi, hey Jones, gua onze goleri les. Hey Jones, te kwam batra watra. Of hey Jones, je loopt van school, je krijgt een ijsje. Noem maar op. Er zijn een aantal van die voorbeelden van mensen die hun bijdrage hebben geleverd dat ik ben wie ik vandaag ben. En nu is het tijd voor mij om terug te geven aan die samenleving. Door ervoor te zorgen dat hun belang gediend wordt. Okay. Heel duidelijk, meneer Jones. Dank u wel voor het interview. Ja, en dat was een heel mooi gesprek met DNA-lid AB Jones vanuit de Nationale Assemblée. We blijven nog even hier, want mevrouw Mangre, zij is DNA-lid van de VHP. Maar ze vertegenwoordigt ook de Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname. En de regering heeft een bod gedaan voor 17% verhoging voor ambtenaren. En zij heeft gehapt. Ja, en mensen zijn het niet eens met haar. Later moeten we met haar erover praten. Blijf te kijken. Dat moet over enkele minuten zijn. Tot zo.